waar we bij sushi gaan. Bij sushi alle aan. Shania, we lusten sushi. En ik heb de beste sushi voor je gekocht. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik ben echt benieuwd. Ben je benieuwd? Heel Dank je alle aan. Shania gaat proeven. Oeh. Nee, mijn vraag niet meer. Heb je saus? Eigenlijk wel. Sojasaus. Er is geen saus. Er is geen saus. Ik weet er geen saus. Nou ja, ik geen creamtjes. Ze weet niet wat ze mist. Nee, later hoor. Nee. Kijk, dit is makkie krab. Die zonder creamtjes. Dit is AB fried, hoor. Oh ja. Ja, zo. Ja. Met die shrimp toch? Ja. Weet je ook die wasabi? Nee. En die shit en die dingen, ginger? Nee, ook niet. Ah ja. Ik weet het niet. Zo lekker. Kijk daar. Waar? Oh. Oh, wel is niet lekker. Ja, ga maar. Slapen jij? Slapen jij? Je gaat slapen? 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 Ja. Kan jij ook dan? Ik kan niet stilzitten, thans. Iets doen. Ik ben ervan bezig. Ik kan het niet. Het ziet er wel mooi uit, als je het kan. Yes. Ja. Yeah.
Nou ja, we'll see. Ik heb rugpijn. Tegen mij, oké, thank you. Nu gingen die mensen koken. Mijn moeder. Beetje rammelen. Is bakkeloer. Cool. Lekker man. Ik heb honger. Ik ga net zitten eten. Zo leuk. Zo leuk. Hoe iedereen zo eet in een, uit een blad. Ja. Hoor je mama schreeuwen? Ik wil matchen. Dag, Joel. Wie heeft dat poepie? Wie heeft dat poepie? Op Cola Creek. Vakantie is van EBS.
En het water is verschrikkelijk laag. Oh. Ik weet dat niemand op het resort. Zo rustig. Dat huis van IBS. Ik weet dat er heel veel belangstelling is voor het nummer van bepaalde vakantiehuizen waar ik ga. Maar zover ik weet is het meestal gewoon voor IBS zelf. Ik heb moeder gevraagd of er buitenstanders konden. En ze zeiden van nee, echt als je alleen bij IBS werkt of hebt gewerkt, kan je dan... kan je dan gebruik maken van het huis. Dus vandaar ik nooit een nummer kan afgeven ofzo. Ik ben ga of wat? Ma! Wat is er toch? Weet je wat Julieke heeft gezegd? Het is gewoon zo roept ze maar Epica. Hey boy, Julieke! Ma! Hoeveel keren heb ik je gezegd toch? Zeg de bokder hoor, bokder, bokder. De waarheid is vaak pijnlijk. Weet hoe je het zegt, ja? Zeg gewoon van, je bent groot. Of chubby, bijvoorbeeld. Oh, sorry ma. Chubby, of wat? Kan dat met dingen komen? Lekker, chef? Wat is met jou? Mama, ik ken mama. Huh? Daddy five. Nada. Bye-bye. Wil je vroeg wakken? Wil je vroeg wakken? Oh, kijk ja. Waar zit je? Ik heb een speciaal voor mijn eigen zit ik. Ga niet weg. Oh. Lekker? Ja. Ja? Dag diva's. Ik moet zo mooi zitten. Nee, jullie kunnen nog maar met z'n kijken. Ja. Kijk het wel al niet achteruit. Je wat, Dief? Nou, raak even aan, toch? Je stroom. We rijden heel rustig in de binnenweg. Heel, heel rustig. Daar is die... Sneeuwwitjes huis voorstellen. Er zijn een aantal kleine huisjes. Ja, ze zouden weer open, maar ik weet niet wat. Kijk, daar is er nog een sprookjeshuisje. Wel echt schattig gedaan. Ja. Vroeger kon je echt gewoon erdoor lopen. Maar nu is het niet meer toegankelijk. Nee. Mm-mm. En daar was een soort van een enge mees. Een soort mees. Zo leuk. Dus je helemaal. Jammer, ja. Ja. Dus dan het sprookjesbos en aan de overkant heb je dan het oord. Waar ik kan zwemmen. Ja, hier is kinderboerderij. Dus dat was toch wel een attractie als je naar hier kwam. Ja. Ja. Maar door COVID ook, hè? Te doen, ja. En als je dat kan regelen, kan je hier krijgen. Wat is dat helemaal langs?
Oh, ze gaat op asfalt. Oh. Kijk, water! Ik kan een mens hier zwemmen. Oeh, paal, jump aan. Kijk daar een trapje. Oeh, eng! Zoveel water! Hey, wat is het? Ik ben daar. Vier kinderen. Republiek gestopt en het regent. We zijn even bij de winkel. Nai, hoe is je dag vandaag? Vooral die Jeep. Is het een pick-up, nee? Dat bedoel ik. Hoe is het weer? Bevalt het je? Ja, het is wel echt heel heet. Vooral nu we wachten in de volle zon. Zo Nederland achter. Helemaal. Doodgaan. Toeristen problems, not ours. Nee, gaat voor het eerst die Sanderij satés proeven of eten of zien. Haal het naar buiten. Kijk, president, kom. Oh, de president is teruggekomen. Oh. Kijk hoeveel ik vraag. Kijk hoeveel, niet bedden. Wat zijn die aan het nationaal leger? Ja, nee, precies. Oh my god. Ben je naar school geweest?
Why? Jullie zijn snel. Hallo. Wat? Hoi. We zijn onderweg. Nee. Je bent snel. Die Faldo is bezig. Oh. Met Maya. Een beetje oppeppen in de plaats. Mijn vader is bezig op te ruimen en om Kenneth is bezig met die deur. Handyman. Ja. Dave slaapt. De hele dag slaapt hij al. Kijk, Naya is gebruikt. Ja, leuk. Kijk. Leuk. Je bent een Suriname, hè? Suriname. Kijk. Ja. Oh, helemaal op. Zo mooi. So guys, that was it for deze vlog. Ik ben 8 uur thuis aangekomen, denk ik. Nesto en Brandon waren gewoon thuis. Hallo, hebben jullie me gemist? Tuurlijk. Daar Bren. Nesto moest werken, Brandon moest naar school. Dus we hebben ze een dagje alleen gelaten. Maar ik ben al thuis, ben helemaal gebrand. Maar anyways, ik hoop dat jullie van deze vlog hebben genoten. Like, comment, share, subscribe. You know what to do. Tot de volgende keer. Bye.